Vroeger had je strenge winters en gingen we elke winter op het ijs, eerst met een stoel en dan los. Maar ja, dat heb je eigenlijk niet meer. Ach ja, vroeger. Wie herinnert zich niet die dichtgevroren rivieren? Mocht het komende winter weer dichtvriezen, dan kan je nu alvast oefenen in de Sportboulevard. Nou, de beginners die leren schaatsen. Dat je gewoon op je voeten kan blijven staan of op je schaatsen kan blijven staan en dan wat trucjes. En degene die meer schaatsen, die het hele jaar doorschaatsen, ja, die zijn zich nu aan het voorbereiden voor het komend seizoen voor de wedstrijden. Dus de nieuwe elementen in hun kuren, dat is wat ze op muziek moeten doen tijdens de wedstrijden, zijn ze aan het leren en aan het perfectioneren, zodat we dadelijk in september klaar zijn. Het is inmiddels traditie, schaatsen in de zomer. We hebben weer de Dazzling Dort Days. Dat is weer een trainingskamp, een jaarlijks terugkerend trainingskamp van 2 weken. Waarin kinderen uit heel Nederland hier komen schaatsen. We hebben weer een internationale coach, een coach uit Canada. En die gaat met de kinderen werken. Heel veel meisjes draaien hier een rondje. Slechts een enkele jongen. En dat is best gek. Als je internationaal ziet, dan zijn er net zoveel jongens als meiden. Als je in Amerika of in Canada of in Rusland, dan zijn er echt heel veel jongens die kunstschaatsen doen. Maar ja, in Nederland is het gewoon, ze gaan voetballen of ijshockey of hardrijden. We hebben natuurlijk echt een hardrijcultuur. Dus er zijn ook heel veel jongens die gaan hardrijden. Dus ja, het is zoals het is. De snelcursus is woensdag voor het laatst. Maar de uitgebreide Dazzling Dort lessen duren nog tot en met 11 augustus.